De eigenaren van een woning op de Meije 175 in Zegveld hebben bij de gemeente Woerden een vergunning aangevraagd voor een bed and breakfast plus minimaal 15 camperplaatsen. Dit heeft onder de Meijenaren veel onrust veroorzaakt. Opvallend is dat dezelfde mensen jarenlang bezwaar hebben gemaakt tegen de recreatieve activiteiten van de Blauwe Meije op nummer 300. Deze vergunning is inmiddels verstrekt. Op initiatief van bewoners van Barwoudswaarder en het dorpsplatform Rijnoevers zal Barwoudswaarder worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De belangrijkste klachten zijn dat het verkeer te hard rijdt of tegen het eenrichtingsverkeer inrijdt. De afsluiting moet komen ter hoogte van de Gildenweg. Op de weg zijn diverse aanpassingen nodig, zoals het verwijderen van verkeersheuvels en het verplaatsen van een lichtmast. De Leo Gestelpromenade is erg populair. Al veel kunstliefhebbers hebben de tentoonstelling gezien. Bespreid door de stad hangen totaal elf reusachtige schilderijen en in een aantal horecagelegenheden zijn geëmailleerde platen te zien. Samen vormen ze een bijzondere wandelroute. De wandelroute is onder meer op te halen bij de tip aan de Meulmansweg. Woerden gaat het parkeren op het sportpark Kromwijk verbeteren. Op de parkeerplaats van de sportverenigingen wordt nu op plaatsen geparkeerd die niet als parkeerplaats zijn bedoeld. Die plaatsen worden aangepast. In totaal komen er 109 parkeerplaatsen bij. Om het verkeer van en naar Kromwijk te verbeteren, wordt nog gewezen op aanpassingen van de verkeerslichten op de Hollandbaan. De groepsaankoop van zonnepanelen gaat voor het eerst van start in de provincie Utrecht. Naast initiatiefnemer gemeente Woerden doen ook de gemeenten Utrecht en Loopik mee. Maar ook alle andere inwoners van de provincie Utrecht kunnen deelnemen aan de groepsaankoop. Vanaf 3 oktober kunnen geïnteresseerden zich gratis en vrijblijvend inschrijven. Vervolgens organiseert Samen Zonne-Energie een veiling onder vooraf gekwalificeerde zonnepanelenleveranciers. In 2017 worden het Shanty Festival en de Havendagen in Woerden toch samen georganiseerd. Op 9 en 10 juni zal voor de zesde maal het grootste muzikale en nautische feest plaatsvinden. Vorig jaar werd de samenwerking tussen de Stichting Bravoer Shanty Festival en Stichting Havendagen beëindigd. Tevens werd bekendgemaakt dat Woerdense Havendagen voortaan elke twee jaar gehouden worden.